Goeiedag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Bart Baar. My name is Bart en het is een heerlijke zonnige middag vandaag. En we gaan vandaag iets doen wat we eigenlijk al een tijdje niet meer hebben gedaan. We gaan een rondje lopen op het park en ik ga je alle nieuwe dingetjes in het park laten zien. Zodat ja, waar je ook op dit moment op deze wereld zit of bent, precies weet wat er allemaal nieuw is in de Efteling. En dat doen we vandaag met een gast die al eens eerder in die video's is geweest. En ik ben zeer vereerd, en dan ben ik echt serieus, zeer vereerd dat hij er vandaag weer bij is. Wie het is, dat zie je zo. We gaan beginnen. Ik ga mijn abonnementje laten scannen. En we gaan richting het park. Let's go! Yes, Thomas, welkom terug. Leuk dat je kijkt. We zijn in het park. Heerlijk aangekomen. En voordat de gekkigheid van vandaag gaat beginnen, want echt gekkigheid en hele rare dingen gegarandeerd bij deze gast, even een aantal leuke nieuwtjes. Nog steeds zit op de planning, wanneer we 15.000 abonnees hebben gehad op 17 december 2023, oftewel mijn 20ste verjaardag, ga ik samen met jullie hier een groot feest vieren. Ik organiseer een superleuke verjaardag waar iedereen welkom is. Dus abonneer, klik op het belletje, ringelingeling, zodat je niks kan missen van die verjaardag die er hopelijk komt. Maar goed, dus abonneer je, zodat jij onder andere die verjaardag mogelijk kan maken. Maar ik ga je nu iets vertellen. Ik ga iets verklappen. Dat is geen grap. De komende 2 weken worden het de meest bijzondere weken op het baan ooit. Ooit. Er is nog nooit iets op dit kanaal gekomen wat in de buurt komt van wat er de komende weken online gaat komen. Ik ga niks verklappen, maar wat er aankomt, ja, dat is echt spektakel. Dat hebben we nog nooit gemaakt en ga ik ook nooit meer meemaken in mijn leven. Een droom die uitkomt. Dus abonneer je en blijf op de hoogte van, ja, echt, het is echt geen clickbait. Het is echt fantastisch wat eraan zit te komen. Met wie we vandaag naar de Efteling gaan is Jordi. Jordi is van Mr. Theme Park Fan. Dat is een balletje, dat is een jongen, hè? En Jordi was vroeger mijn idool. Ik ging naar Jordi. Jordi maakte video's in de Efteling. Jordi maakte video's in Disney. Jordi ging naar Amerika. Hij ging overal heen en maakte daar video's van. Dat doet hij nu nog steeds, Mr. Theme Park Fan. En Jordi is al een paar keer eerder met mij meegeweest naar de Efteling. En Jordi is echt geweldig. Jordi doet alles, vindt alles tof, vindt alles leuk, super vrolijk. Is heel hartstikke leuk. Hij is op ons aan het wachten bij Symbolica. Maar voordat we daar zijn, want we zijn daar bijna, heb ik een dingetje. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd super veel smaakjes geproefd van Wifood. Ik heb overigens de winnaars van de winactie bekendgemaakt. Ik heb op die reacties gereageerd die hebben gewonnen. Dus heb je nog niks gehoord, niks ontvangen, check even onder die vorige video waar we die winactie bekend maakten. Of dat je een reactie mee hebt gehad. En als je daar een reactie op hebt gehad, hey, je hebt gewonnen, mail mij dan. Maar ik heb nu een nieuw smaakje binnengekregen. De pistas. En ik vind het best spannend, want dit is dus een complete maaltijd in een flesje, 500 ml. Maar pistas, ik weet dus niet wat ik ervan moet verwachten. Hij ligt al een paar dagen klaar om mee te nemen en ik vind het een mooi kleurtje. Dus laten we die eens eventjes gauw gaan proberen voordat we Jordi gaan meeten. Zo, even goed schudden. Altijd belangrijk. Hoppelatee. Zo. Daar gaan we. Ik heb het nog niet geprobeerd. Het ruikt wel naar pistas. Slokje, één slokje. Je proeft de pistas sowieso, maar wel heel licht. Dus hij is niet heel sterk aangezet, zeg maar. Dus je proeft wel ergens wat de pistas is. Hij is fris, maar ook weer heel dik. Dus hij is heel vullend. Een apart, maar wel lekker smaakje. Zeker proberen waard. Je kan deze en alle andere Wifood producten bestellen met 10% korting op de Wifood webshop. Met deze code. Als je naar de link gaat in mijn beschrijving, kom je op de speciale Teamed Whitebaan pagina uit. Alright, ik drink deze op en we gaan naar Jordi toe. Let's go! Oké, hij moet daar. Hij zit daar. Ja. Ah, dit is heel bijzonder. Ik heb Jordi zelf ook echt al, ik denk al 2 jaar niet meer gezien. Jordi! Hoe is het? Goed, met jou? Zit je lekker? Ja. Dat was lang geleden. Heel lang. Maar ben je al even in Efteling geweest? In mei ben ik nog gekomen. In mei? Oké. Ja. Ik heb net eventjes snel, wacht, ik ga even naar je zitten, mag ik? Ik heb net even snel jou een beetje geïntroduceerd, natuurlijk Leden Legende, ja. Miss Team Park fans. Een Belg. Ja. Een legend. Hoe kunnen we jou nog meer omschrijven? Ik ga veel naar pretparken. Dus veel naar alle pretparken? Wereldwijd? Allemaal, ja. Gewoon allemaal, ja. Zoveel mogelijk. Ik heb er heel veel zin in, Jordi. Ik ook. Ik vind het leuk dat je er bent. Alright, Jordi, we gaan dus vandaag lekker de nieuwtjes doorbespreken. Je hebt trouwens wel een hele andere pet top dan dat waar we zijn, Jordi. Ja, maar misschien moet ik nog één kopen. Nou ja, het kan wel. Hebben ze dat? Mooi petje. Ze hebben hele leuke petjes. Ja, wel. Zullen we een petje uitzoeken? Ja, is goed. Gaan we doen. Oké, okay. Maar zet maar op. Ja. Het is prima. Maar het is toch nog Savai? Ja. Savai, dat is goed, toch? Ja, is goed. Okay. Ja, dat is een Belg. Nee, dat is een grapje. Nee, het is Frans Savai. Alle liefde naar. Oh ja, tuurlijk.
In ieder geval al lief naar alle Belgische kijkers als ik een grapje maak vandaag. Dat bedoel ik niet verkeerd. Maar kun je eigenlijk ook soms grappen maken over Nederlanders? Ja, kaaskoppen. Nou, prima. hoe ver ben je... Dat is niet vriendelijk van mij. Nou, dat maakt ook... Ik lust okay. Op elkaar. Nee, laat maar gaan. Ja, nee, maar dat is niet vriendelijk. In hoeverre ben je op de hoogte van de Efteling nieuwtjes? In hoeverre? Ik klop een beetje achter tegenwoordig. Nou, dat is mooi. Ja. Dan gaan we dan vandaag veranderingen brengen. Ja. Want we zijn hier nu in het Sprookjesbos, in het Kabouterdorp. En Jordi, wat zien we hier? Want dit weet je wel, toch? Dingen. Ja, ja, ja. Ja, dat zie ik toch? Ja. Met een Efteling erop. Ze zijn na jaren, en ik heb het al eens een keertje verteld, zijn ze eindelijk begonnen met de heropbouw van het paddenstoelendorp. Hierachter. Nou, en ze zijn al heel erg ver en ik verwacht dat het binnenkort open gaat. Een paar weken geleden zijn deze joekels hier aangekomen. Daar heeft de Efteling wat foto's van gedeeld. Dat zag er zo uit. Zo en zo. Trucje kijkt er nu wel. Ja, ja, tuurlijk zo. Ja. Maar dat kan nou niet goed. Ja. Okay. Prima. Nee. En het ziet er best wel ver gaat uit. Zullen we een beetje brutaal over de hekken gaan bliegen? Ja. Het ziet er mooi uit, ze zijn groot. Nu op dit moment staan hier nog hekjes voor, maar ik verwacht dat dat vrij snel open gaat. Misschien zelfs dat deze video online komt. Het zit eraf, weet je. Ze zijn hoog ook. Ja. Oh. Maar dat is ook leuk aan de Efteling. Hè. Wat? Dat ze iets kapot laten gaan en dat ze het restaureren. Ja, dat wel. Dat zijn andere parken, hebben we daar wat meer last van, toch? Ja. Soms brandt het weer. Zullen we naar een andere plek gaan in het Sprookjesbos? Ja, is goed. Herhoutenplein, let's go. We lopen hier langs het kasteel van Don Roosje. En Jordi die zegt wel eigenlijk een best wel goed punt. Het valt uit elkaar. Vind je het ook lelijk? Het begint lelijk te worden. Het is natuurlijk wel zo dat dit wel echt het hart van het Sprookjesbos is. Hè? Als dit weggaat, dan is de Efteling eigenlijk gewoon overleden. Maar ze hebben toch al bewezen in het verleden dat ze het perfect opnieuw kunnen opbouwen. Ja, dat wel, dat wel. Alleen kijk, als je dus... Je hebt het al gelijk al, want als je... We kunnen wel een paar stapjes verder zetten. Kijk daar zo. Ah, dat is gewoon helemaal... Dat daar. Ja, dat is gewoon helemaal... Ja, daarvan mogen. Versleten, ja. Ja, het is wel gelijk op zich. Hier zit een hele scheur in. Zo, kijk daar joh. Ja? Ik moet zeggen, ik was van de week even boven in het kasteel, want daar zag ik er ook niet heel... nieuw meer uit. En het hoeft ook niet nieuw te zijn, want het is ook een kasteeltje van heel erg veel jaar. Alleen, je hebt al gelijk. Maar dan vind ik wel dat we het zo moeten opknappen dat het echt exact hetzelfde uitziet als nu. Tot een centimeter hetzelfde. Maar misschien met wat nieuwe technologie erin, iets moderner maken of zo. Ja, wat dan? Wil je met een VR-bril doorheen lopen? Nee, dan nu niet, maar zo een pop die iets meer... Ja, oké, okay, maar maar het kasteel, het gebouw heb ik het over, hè? Ja, het gebouw misschien een heel klein beetje meer details, maar op zich ja, maar je zit wel met het probleem met die bomen, nee, wat ga je daarmee doen? Weet je, laten we het kasteel even wat het is, we gaan nu naar een stuk in het Sprookjesbos wat wel al vernieuwd is. Na maandenlang hier langs de grote bouwplaats te hebben gelopen, is naar mijn mening het mooiste stukje Efteling, want ik vind het echt een prachtig stukje Efteling, weer helemaal open, nieuw, af. Het Herhoutenplein in de Efteling, het ziet er prachtig uit hè? Je zult niet zeggen dat het opgeknapt is. Nee, het is echt... Als ze dit dus doen, zoals bij het kasteel van Don Roos, zal perfect zijn. We nemen de mensen even mee. Je hebt hier dus heel de fontein, de kikkerfontein. Nou, die is dus helemaal opgeknapt, maar ook alle stenen, alles wat je hier ziet. Waar we nu overheen lopen, is gewoon vernieuwd. Je ziet ook dat het heerlijk schoon water weer is. Kikkers zien er weer prachtig uit. Het ziet er echt mooi uit weer. Maar dat is ook de truc, he. Iets maken waarvan dat je eigenlijk zegt van het is er altijd al geweest. Ja, maar achter jou staat eigenlijk een hoogtepunt. Dat is dat de herauten weer terug zijn, de magische klok en ze zijn er. Ze zijn weer terug als nooit tevoren. Even kijken. Ja, de magische klok die is ook af. Op dit moment van opnemen staan hier ook nog hekjes voor, maar ja, volgens mij kan dat gewoon weg, want het ziet er af uit, toch? Maar dan gaat die dingen nog een keer leuk zeg. Ja.
Ik moet je wel zeggen, Jordi, ja? Echt, ik meen echt serieus, onwijs grote complimenten aan de Efteling tot ze dit in 2 jaar tijd, want ze hebben vorig jaar ook links en rechts wat dingetjes gedaan. Dat is waar. Tot ze dit zo prachtig hebben opgeknapt, want het ziet er echt fantastisch uit en er is iedere centimeter, is precies, lijkt in ieder geval precies hetzelfde als een paar jaar geleden. Mm-hmm. Ik vind het echt prachtig eruit zien. Misschien helpt het weer nu ook een beetje mee, maar ik vind het er heel mooi uitzien. Jij? Het ziet er heel goed uit. Ja, het ziet er echt super uit. Ik vind het nou zo cool dat het er normaal is. Dat niet lijkt alsof dat het nieuw is. Nee, dat vind ik echt. En dat is echt een van de sterkste punten van de Efteling. Ja, het enige wat je nu wel hebt, ja, dat is die muur die er nu wel proper uit zit. Maar ja, het kan niet anders. Ja, maar het is nieuw. Ik denk. Kijk, want als je deze muur hebt, die heeft toch een ander kleurtje dan die. Maar goed, dat is iets te veel in de details. Het ziet er prachtig uit. Ja, die gaan nog aftrekken van de zon in. Ja, ja. Zullen we sprookjes uitgaan? Ja, is goed, ja. That way? Maar ik ging anders nog iets vertellen over, noem het daar, mevrouw Holly, ja? Dat jij een beetje achterloopt, ja? Dat is niet erg, maar als jij nu nog komt met mevrouw Holly nieuws, dan is al hier heel lang. Heel lang geleden. Nee, maar ik wil daar gewoon wat commentaar op. We gaan precies voor jou gaan we er gewoon Ja, dat is goed. Maakt niet uit, joh. Laat gaan, Jordi, joh. Leuk. Vertel, wat is hier nieuw? Wat wil je vertellen? Wat wil je aan ons laten zien? Wat wij nog nooit hebben opgemerkt in al die maanden? Wel, daarnet hebben wij gewoon naar het kasteel gegaan van Don Roosje. Ja. Ze hebben dat, ja, dat is kapot aan het gaan. Ja. Maar er was nog iets die kapot was, dat ze volledig opnieuw opgebouwd hebben en iets gemoderniseerd hebben. Dat is dit. Dat is dat hier. Maar het is precies hetzelfde. Maar toch zitten er wat meer details in. Het is niet precies hetzelfde. Wat dan? Ja, het is volledig nieuw. Maar geef dan een aantal details die je ziet dan niet bewegen. Wat is dit nou weer? Ik dacht, maar het kan verkeerd zijn. Dan die ogen zouden bewegen, maar het kan mis zijn. Nou, die ogen die zijn stil, Jordi. Die staan gewoon stil. Oei, die staan echt helemaal stil. Wat ik wel zie, wat ik nog niet eerder heb opgemerkt, is onder de deuren zien we daar een beetje een gouden waterplas en hier een zwarte waterplas. Dat is wel nieuw, wat ik nog niet eerder heb gezien. Maar ik weet niet, ik sta nu al 2 minuten hier, maar die ogen die zijn echt super stil aan het staan, hoor. Ja, blijkbaar wel. Dan vergis ik mij met iets anders. Tja. Dat is het nadeel dat ik niet meer veel kom, hè. Je vergeet veel, ja, en een verkeerde petje op. Nou, ja, goed. Tuurlijk. Hey, Jordi. Ja, en dezelfde verkeerde rugzak. Wij gaan jou... Ja. Ook nog. Wij gaan jou eens eventjes een transformatie geven, want dit kan echt niet, Jordi. Oh. Ja, dit ben ik niet van jou gewend. Ik heb nog net geen Disney t-shirt aan. Nou ja, we gaan sprookjes pas uit. Jordi, we zijn meteen even de winkel ingelopen. Yes. Wat wil jij voor petje? Ja, een Efteling petje. Maar wat voor petje? Wat hebben ze? Kijk, je hebt bijvoorbeeld, maar dat hebben ze hier dan, hè? Het felbegeerde wolvenpatch. Alleen deze raad ik jou eigenlijk niet aan. Nee. Ik denk dat we iets stijlvolers moeten gaan kopen. Maar eigenlijk hier al zo. Gewoon simpel. Ja, ik heb iets in gedacht. Ja. Maar laten we dat dadelijk even doen. Laten we dat dadelijk doen. Doen we in een andere winkel. Ik wil hier even hier naartoe. Want hier zijn een aantal nieuwe Efteling shirts. Deze is mooi, ja. Oh. Heb ik laatst gekocht. Die is wel cool, ja. Zeg maar, ja, prima. Er zijn een aantal nieuwe shirts. Hier. 1, 2, 3, 4 stuks. Jordi, zonder te laten zien hoe ze eruit zien. Wat vind jij ervan? Eerlijke mening. Wat vind ik ervan? Dat de prijs, ça va, is €25. Ik vind dat toch iets te duur, maar het is wel tof. Voor iemand die dat uiterlijk, vindt. Het uiterlijk, vind je ze mooi? Die wat minder. Eigenlijk vind ik hem gelijk nog het coolst. Je laat ze al zien. Nou, prima, Jordi. Het is jouw feest vandaag. Nee, deze zijn mooi. Het zijn nieuwe shirts met een uitspraak erop en een ontwerpje. Voor lange tijd. Ik zag je al aankomen. Ja. Mooi, toch? Alleen dit. Ja, kus me. En jij ziet er uit om op te vreten. En dan deze. Crazy van Efteling. Ja. Weet je, Jordi? Het is allemaal leuk. Maar dan denk ik hetzelfde als dit shirtje. Ik kan nog nooit kijken naar de tekst. Dit of dit. Why? Oh, dat is een pyjama, weet je dat je aan doet? Een? Een pyjama. Dat is een pyjama. Nee, dit is geen pyjama. Ja, dat is toch een pyjama. Nee, dit is toch geen pyjama, man. Dit is gewoon een shirt. Wat is dit dan weer, wat belediging? Oké, prima. Maar dit is een mooi shirt. Ja, ik had die tekst niet gelezen. Ik keek gewoon naar de printjes en die ik zag je al aankomen. Ja, die vind ik leuk. Het is gewoon, het is niet saai.
Nee, ja, maar ja. Kijk, hij... Ja. Wat is, wat zie jij hier dan van in? Een eens. Ja, maar... Dit is, is dit ook een pyjama? Dat is een verkleedkostuum. Kijk, daar zijn we mee over eens. Zullen wij eens gewoon op zoek gaan naar een leuk petje voor jou? Want dit gaat helemaal fout hier. Nee, dat gaat niet volgen. We zijn dus even aan het kijken naar de petjes. We hebben hier in de Jokerswereld een leuk Joris en de Draak petje. Ik ben hier echt aan het doen. En een snappack. Lukt het? Maar Joey denkt dat dit een kinderpet is, maar dat is echt totaal niet waar. Nou, dit kun je echt prima hebben. Ja. Oh, kijk. Nee, dit is toch nou, geen deze is mooi. Deze is echt mooi. Ja, misschien moet ik dit is echt een heel mooi petje. Jordi, mooie kleursamenstelling. Ja? Komt er terug in je t-shirt. Ja, nu kun je er weer mee vooruit. Oké. Nu ben je weer terug hoe het was. Of hebben ze eentje van de Baron? Nee. Jawel, die hebben ze wel, maar hier niet volgens mij. Volgens mij hebben ze die alleen in Ruigrijk. Maar ze zijn heel populair, dus volgens mij zijn er ook heel veel op. Maar we kunnen wel even op zoek naar een Baron petje. Ja, die heb ik wel liever. En anders doen we die. Ja. Jordi, zet je petje maar weer op, daar gaan we straks veranderingen brengen. We zijn hier nu bij het zomerstrand. Ben je nog niet geweest? Nee. Ik ga even checken, maar waarom ik hier vandaag naartoe wil, is omdat je sinds kort op de foto kan met Carnal Vespa karakters. Dus met de Mexicaan, de Italiaan, de Fransman, de Hollandse, nou, in ieder geval verschillende landen. Wat er komt, wie er komt, hoe laat, dat is altijd een vraagteken. Je weet alleen tot om 1:30 komt er een karaktertje. En wie dat is een verrassing. Dus laten we eens even een rondje lopen hier. We hebben nu naar jouw mening en dan gaan we naar de foto. Dit is toch wel een heel leuk detail dat ik nu niet aan jullie had verklapt. Je kan hier op het zomerstrand, dus in die zandbak, gaan graven. Laten wij dat vandaag niet gaan doen. Maar vind jij een rode neus, dan mag jij daarmee even kijken. Een keer gratis bij een betaald spel, maximum 1 bal per spel. Ja, dan mag jij daarmee 1 keer gratis spel doen. 1 bal bij een van de spellen hier. Dat zal dan een basketbal zijn. Leuk bedacht. Dus ga allemaal massaal als je hier in de Efteling bent deze zomer op zoek naar de rode neuzen. Zullen wij op zoek... Ik denk dat ze goed verstopt gaan zijn. Zullen wij op zoek naar andere rode neus? De karakter? Ja, wat vind je trouwens van? Mooi dit? Leuk? Ja, is leuk. Ja. Oké, goed. Mooi. Ja. Het is een keer wel dingen dat je niet elke dag ziet. Nee, het is anders, hè? Ja. Nou, mooi. We gaan op zoek naar de character. Geen rode neusjes vandaag. Nee, we zijn er niet. Nee, we hebben onze tijd verdampt. Ja, hoe? We hebben onze tijd verdampt. Overdan? Ik wil eens even dammen. Nee, verdampt. Nee, ze zijn er niet. Dat is wel heel erg jammer. Dus dan moet jij nu maar je gewoon de rode neus zijn. Ja, ik zet hem gewoon... Ik ga maar je op de foto. Komt hij, hè? Ja, leuk. Johnny, waar wil je nou heen? We gaan een petje gaan halen. We gaan een petje gaan halen. Ja. Laten we gaan. Ben jij klaar om naar het achtbanen merchandise van Halle van de Efteling te gaan? Tuurlijk. Oké, sluit je ogen. Ja. En dan zet je 2 stappen rechtdoor. Ja. Ja, doe er maar 5. Oké, Ja. En dan naar links en je weet toch wel. Ja, kom maar. Kom maar. Ja, maar ik zie niks. Ja, kom maar rechtdoor. 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 Oké, Oei. Ja, open dan. Open. Ja, maar ik zie geen bron. Jawel, hier wel. Ja, die is toch cool. Maar je hebt ook een andere vorm, hè? Of vind je dit een mooie vorm? Nee, ik wil die. Maar die hebben ze volgens mij, denk ik, wel nog een paar ergens anders. Kunnen we even checken. Maar die is wel cool, maar ja. Zullen we kijken of ze ergens anders ook die andere vorm hebben? Ja. Vogels vind ik ook wel leuk. Alleen ze hebben volgens mij alleen maar van Vliet Hollander kan ook nog wel. Ja, Vliet Hollander kan ook. Kijk, dat is toch de coolste. Dat is wel tof, alleen. Ze hebben alleen nog, ze hebben, wat, maar dat is ook die andere vorm. Nee, dit is wel de goede vorm. Ja, dat is een goede vorm. Zullen we even kijken bij Nesta, dat ze daar nog een ander petje hebben? Ja, is goed. Ja, dan met die vorm hebben we ze wel leuk. Of wil je die? Kan het niet kiezen. Ik zou voor de Vliegende Hollander gaan. Ja, wij Belgen vinden dat leuk, de Vliegende Hollander. Jullie zijn er wat minder van, hè? Ja, het is jouw pet. Ja, dat is ook waar. Ja, misschien gaan we toch nog ergens anders. We gaan dat in... We gaan eens even ergens anders kijken. Ja. Even kijken. Ja. Ja, dit is hem. Ja, ja. Dit moet hem zijn. Ja, ja. Zet hem maar eens op. Die is toch cool? Ja. Ja, die past perfect. Tadaa. Ja, die is het gewoon. Fantastisch. Ja, deze is mooi. Ja, maar wel een goede etiketjes. Helemaal weer, helemaal zoals ik je ken, Jordi. Ja, tuurlijk. Ja, heb ik er net. Ik zou deze doen. Hey, en dat is ook wel cool, hier van achter is nog een grafiek. Ja, maar die heb je hier ook, hè? Ja. Oh ja, je wordt er van achter een drinkknop op. Zeker. Je ziet er top uit. Echt super, het maakt je meteen 10 jaar jonger. Ah, wauw, jonger, ja. Compliment, hoor. Ja, zeker. Zullen we even wat drinken halen hier? Wou je geen petje kopen? Wou ik een petje? Ja. Zou ik een petje? Ja, gewoon toch een mooie vogel op, pet.
Kijk, mijn cirkel erop. Ja. Vond je toch fantastisch mooi, is toch je lievelingsafval? Maar ik hou het vast, ik zou hem eens even opzetten. Oh, je weet, ja, thanks. Ja. Ja, Bart, ik heb een petje gekocht van de Efteling. Volgens mij heb je dat nog niet, een Efteling petje. Ik heb nog geen Efteling. Jawel, jawel! Ik heb ook een bronpetje. Van nog geen Volgorok petje. Kan het? Even kijken, even checken. Ja. Ja, oké, vooruit. Als jij hem koopt, ja, ik ook wel. We gaan samen een nieuw petje op de Eftelingen. Ja. Oké, ik ga hem afrekenen. Dat is goed. Nou, dan lopen we dan met onze petjes. Ja, ik vind het fantastisch. Ik moet je zeggen, dit petje, nou, het kan toch? Ja, absoluut. Maakt hem niet lelijk, ik vind het niet lelijk. Ik vind het beeldig staan. Dank je. Oh, je bent begint ook aardig tegen mij te worden. Hé, hey, ja. Waar willen we heen? We gaan naar Max en Moritz. Max en Moritz, oké, gaan we de attractie in of gaan we even kijken met Max en Moritz plein vanwege de zomerkrachten? Ik stel voor dat we gewoon er naartoe wandelen en we zien waar we uitkomen. Ik heb een top idee. Oh? Dat is fantastisch. Jij moet een confrontatie aangaan. De confrontatie? Ja. Met de meest machtige persoon in de Efteling. Oh? De djinn. Tuurlijk. Als de grote Jordi van Mr. Theme Park fans, ja? Moet jij naar Jin? Jij moet die confrontatie aangaan. Jij moet hem een hand geven, jij moet buigen. Dat moeten we doen. We moeten naar Jin toe. Ja! Doen, ja. Maar laten we eerst hier naar Max en Moritz gaan. Ja. Jouw feestje. Ja, weet je, Jin heb ik nog niet gezien. Gaaf! Jordi, ik hoor iets, hoor. Ik ook. Maar het is niet daar, het is Max en Moritz. Maar, oh! Hè? Komen die ook daar uit? Ja, blijkbaar. Jij bent de Sjaak. Jij bent de Sjaak. Jij bent de Sjaak. Geef ze even een high five. Geef ze een high five. Zwaai maar, zwaai, zwaai. Ik vind dat zo mooi, hè. Maar we kwamen hier voor Max en Moritz. Zo'n lawaai dan die mannen maken. We kwamen voor het bandje. Lukt het? Dat vind je toch mooi, hè? Alright, we gaan naar het Max en Moritz plein. Wat? Tom, het denk naar mijn thuis. We gaan naar het Max en Moritz plein, let's go. Ik ben die mannen, maar precies op de markt dat we staan. Just op de markt dat we staan. Ja. Oh, daar komen ze aan. Yes. Heb je al een keer gezien? Ik heb nog niet gezien. Dit wordt grappig. Kijk Jordi, ze gaan gewoon het winkeltje en ze gaan gewoon een spelletje spelen. Ja, ik zou ook wel een spelletje willen spelen. Dit is echt super grappig. Kijk, daar komen ze aan. Hoppa! Dit is echt mooi dit. Ik vind het echt super grappig. Ja, dat is cool. Dat is mooi, man. Het is toch leuk dat je van zoiets simpels zoiets leuks kan maken, hoor. Van die leuke effectjes ook. Maar gewoon, het is niet statisch. Ze doen iets leuks. Nee, het is gewoon leuk. Mijn dames en heren, de andere wegen, muziekpaleis! Ik ben fan. Ik ben fan. De sleutel is koekoek. Is het mooi dit? Ik heb het leuk. Ik vind het zo mooi. Dit is zo anders, zo ongemakkelijk, zo grappig is. Ja, ja, klopt, ja. Ik moet zeggen, ik had het nooit verwacht dat ik het zou zeggen. Ik vind Max en Moritz, ik vind sowieso Max en Moritz top. Ja, dat is waar. Ja, zijn ze daar tegengekomen? Ja, 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 ja. Maar ik vind dit zo grappig. Ik vind dit zo mooi. Het is zo simpel dat het tof is. Ja, echt aanrader, kom naar Max en Moritz. Ja. Doe dat dan aan het begin van de dag en dan zie je Max en Moritz. En aan het einde van de dag heb je dit leuke bandje. Echt aanrader. Echt een dikke, vette 10. Echt super. Leuk bandje. Ja, ja, absoluut. Het is zo leuk dat het zo ongemakkelijk is dat het gewoon leuk is om naar te kijken. Het blijft gewoon aanstekelijk om naar te kijken. Zometeen hier jouw confrontatie met Jin. En dadelijk nog een leuk ontdekkingje over de nieuwste Efteling attractie Dans Macabre. Maar eerst wil ik je nog even een nieuwe merchandise laten zien. En die vinden we hier
bij de bazaar, de souvenirswinkel naast Fata Morgana. Allee, ik heb een gift voor u. Wauw, een cadeautje. Hier, moet je eens zien, hè. Het is bijna mijn verjaardag. En een nieuw, dus. Het is een puzzel eigenlijk in Belgisch. Dat is een puzzel. Oh, dat is gewoon een puzzel. Een nieuwe puzzel hier. Je hebt ze ook al van verschillende dingetjes, zoals symbolica en zo. Maar nu is er ook een nieuwe 1000 stuks puzzel van de Fata Morgana. Wat leuk, Jin, daar gaan we zo meteen heen. Wat vind je ervan? Ja. Ik vind het vooral druk. Het zou wel gaaf zijn als die gracht hier ook echt zou liggen, dat je over het plein gaat. Inderdaad. Dit geeft dan een ideaal beeld weg van Fata Morgana. Ja, eigenlijk zou het zo moeten zijn. Dus hoe ik Fata Morgana eigenlijk het liefst voor me zou willen zien. Ja, een druk plein waar dat er van alles te beleven valt. €20, 1000 stukjes te kopen hier bij de bazaar en bij Eftel Dingen. Mooi, hè? En zo van die marktjes waar je kunt afdwingen. Zo, waar dat je wat heb jij toch met de markt? Dit was al de markt, nou is het de markt. Weet je wat we gaan doen? Ja. Wil je hem hebben of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, huppatee, we gaan naar Jin toe. Ja. Alright, Jordy. Even een vraagje. Heb jij al een keer Jin ontmoet? Heb je Jin al een keer aangekeken? Heb je hem al een keer een hand gegeven? Hoe is jouw band met Jin? Mijn band met Jin? We liggen heel ver van elkaar, maar misschien kan er daar verandering in. Maar kent hij jou al? Razorball. Je hebt hem nog nooit ontmoet? Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet. Dan ga ik jou waarschuwen dat het nog wel eens een zeer onaantrekkelijke ervaring kan worden. Jin kan nogal... Het kan best wel gevaarlijk gaan worden. Het is Jin. Ja. Wil je het al zo proberen? We gaan het proberen. We gaan het gewoon doen. Nou, dan gaan we maar naar Jin. Ik vind het best wel spannend, eerlijk gezegd. Durf je nog? Ja, ik denk het wel. Hij is groot, hè? Het is luchten. Misschien gaat het wel verdwijnen, je weet dat niet. Misschien pakt hij je wel. Ja, we zijn bij Fata Morgana, alles kan gebeuren. Dat geluid alleen als geheel schrikbarend. Ja. Is dat wat toe? Oké, we wachten. Hallo. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Hallo. Hallo. Dag. Hallo. We hebben een probleempje. Een probleempje. Hopelijk. Jorgen die wil heel graag kennis maken met Jin. Ja. Maar een lichtelijke angst voor Jin. Er is een angst. Ja. Angst. Ben jij erover? Nee, ben geen rover. Nou, nee. Dan heeft toch eigenlijk geen rover. Ja, dan ben je wel. Oh, wel hoezo een rover? Ben je geen rover? Ja, af en toe. Niet liegen. Ja, af en toe een keer. Af en toe, maar niks gestolen. Ook in je binnenzak geen broccoli's, bloemkolen, want dat is het favoriete eten van de Jin. Jam. Oké, nou dat komt goed. Jin. Ja. We hebben hier iemand die heel graag een high five zou willen geven. Ah, werd namata. De Jin vraagt nogmaals hoe je heet. Mijn naam is Jordi. Jordi. Ah, Jordi dier. Ja. Marak Mita Han Han Ho. Ja, zeker. Nou, een high five, Jordi. Even springen. Even hoog springen, Jordi. Jordi. Kies dan maar door, Jin Han Halla. Oké, ja. De Jin kiest voor deze keer om een low five te geven. Goed. Karlamas, die goed idee. Ja hoor. Oké, kijk eens eventjes. Jordi dier, Kim Vasta Plazaar. Ach ja, precies. Zie je dat er niks is om bang voor te zijn voor de Jin? Nee, dat is waar. Ja? Dus je kunt gewoon weer verder slapen? Ja. Het is gewoon weer helemaal rustig? Ja. Heel goed. Kijk, nou en daar doen we het toch voor? Bonk? Precies. Jazeker. Ja, precies. Heel goed. Jin? Ja? Wil je nog iets zeggen? Kom even naar mij, hoor. Dan wachten we even samen. Kunnen wij hierna. Tot ziens. Even afgerond. Even de samenvatting. Tot ziens. Dankjewel. Dankjewel. Hij komt achterlangs. Oh, kijk. Hallo. Goed gedaan, Jordi. Ja. Yes. Goed gedaan. High five. Jouw naam. Goed gedaan. Goed gedaan. Doei doei. Doei, Jim. Doei doei. Viel toch al mee? Ja, het viel toch mee. Het is zo'n grote legende, joh. Het is onvoorstelbaar. Het is echt een Belgische legende. En die zat op de foto geweest met Jin. Jordi? Ja, Bart, jong. Dit was wel leuk, toch? Ja, ik moet altijd opletten dat ik niet omver loop. Je moet wel een beetje hoger springen. Maar kun jij zo hoog springen? Jij deed dit, zeg maar? Ja. En jij deed niet eens, je probeerde het niet eens. Een beetje hoog, maar je hebt Jin een low five gegeven, dus de vrede is weer... Tuurlijk. Je bent bevriend met Jin en dan kan je vertellen dat is zeer handig, want als je Jin thee hebt... je hebt een grannenprobleem. Oh ja, dan verdwijn je gewoon. Ja, dan verdwijn je. Voordat we deze leuke, toffe middag gaan afsluiten samen, gaan we het hebben over de allernieuwste attractie. Dance Macabre. Jordi is net voor het eerst bij de Zwarte Kat geweest. Ja. Mooi, hè? Ja, het is heel mooi van binnen. Maar
Ik snap de verkoop niet. Ik snap niet wat ze daar willen verkopen. Wat snap je niet? Ik snap het concept van de winkel niet. Grab and go. Dus grijpen en gaan. Ja, maar er is niks om te grijpen behalve een mislukte sandwich. Jawel, je hebt allemaal leuke lekkere snacks die ze speciaal hiervoor hebben gemaakt. Nee, dat is... Kijk, je hebt... Nee, kom maar eens even hier. Je hebt er gewoon niet meer naar mijn filmpje gekeken. Ja, maar je hebt hier speciale ketelkoeken. Hebben ze alleen hier, nergens anders. Ja. En hier, Abdijt breekbrood. Ja. Is een snack. Ook alleen hier, nergens anders. Ja. Dus. Jordi, er is van alles hier. Maar je komt binnen, er zit die frigo, dus verloopt automatisch aan. Ja, daar heb je al gelijk. Het is een beetje apart. Ze hebben heel veel lekkere dingen, dat is echt niet. Maar ik snap je een beetje. We komen toch overeen. Wat zeg je? We komen toch een beetje overeen. Daarom. Ik wil het eigenlijk gaan hebben over iets veel belangrijks. Dat is de attractie, dat is mijn kaper. Want het begint wel heel erg hoog te worden. Het begint de lucht in te gaan, ja. Kijk even. Kijk, als we even brutaal het hekje overgaan, dan zien wij hier, daar in de verte, de attractie. En die attractie, die begint heel hoog te worden. We zien zelfs al sommige ingangen in het gebouw. Ja. En dat is zo erg gaaf. Dit begint hard te gaan, Jordi. Dit begint heel hard te gaan. Maar ik wil eigenlijk met je even gaan hebben over de binnenkant van de attractie. Want we zien natuurlijk vooral de buitenkant, dat het nog in aanbouw is. Maar ik heb iets leuks over de binnenkant van de ride. Dat is altijd een verrassing, de binnenkant. Zullen we daar even een rustig plekje op gaan zoeken? Ja, is goed. Let's go. Alright, volgende week en die week erop wordt het een hartstikke leuke wereldbaan. We gaan hele bijzondere video's uploaden. Mm-hmm. Ik heb het net al het begin van de video gezegd toen ik onderweg naar jou was. De komende 2 weken worden de gaafste weken op het baan ooit. Er gaat nooit meer voorlopig een week komen waar je zulke gave video's kan verwachten op dit kanaal als volgende week. Mm-hmm. Het is nog dit, maar fantastisch. Maar anyway, volgende week wordt al sowieso een feestweek. Want volgende week, aankomende dinsdag, komt de nieuwste aflevering van Bye Bye Baan Online. Cool. En jij komt, als jij nou even, zo, dat, ja, ja zo. Dan gaan we even een stukje kijken. Ik kan het niet. Ja, nou, doe maar, ik, doe maar. Niks heb ik, ben ik niet zo. Ja, goed. Ai, deze is geblokkeerd. Nee, grapje. Je mag even doen, mevrouw. Komt ie verder. Veel plezier, man. Helemaal goed. Veel plezier. Dank je. Ja, hartstikke leuk. Aankomende dinsdag een nieuwe aflevering van Bart Bijbaan hier op Bart Bijbaan om 6:30. Waarin ik een dag ga meelopen bij de intree van de Efteling. Nou, hartstikke leuk. En volgende week vrijdag is Marvin weer terug. Want samen met Marvin gaan we Baron 1898 ontdekken. Althans, Marvin gaat alle geheimen van Baron 1898 onthullen. Dat klinkt iets spectaculairder dan ontdekken, toch? Ja, ontdekken, dat is saai. Ja, onthullen. Ja. Anyway, ik was dus voor die opnames met Marvin in de Efteling bij de Baron. En toen liepen wij hier langs de Dance Macabre. En toen hadden wij eigenlijk een gesprek waar ik dacht, hey, eigenlijk wil ik het ook wel gewoon aan jullie vertellen, want dit klopt wel. Kijk, we weten natuurlijk de buitenkant van Dance Macabre, hoe die eruit komt te zien, voor een deel. We weten natuurlijk ook een beetje hoe de binnenkant eruit komt te zien, komt ie. En ik had het met Marvin over, toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, eigenlijk is er een attractie in de Efteling die gewoon bijna helemaal lijkt op de binnenkant van Dance Macabre. Ja. Zal ik je eens meenemen die attractie? Ja, is goed. Heb je al een idee of nog niet? Een klein beetje. Denk maar eens na, we gaan er naartoe. Alright, aangekomen op het Reizenrijk en ik wil eigenlijk nu niet naar mijn beauty toe, maar een keertje Sirocco in. Vind je dat goed? Ik vind dat top. Lekker in schaduw. Ja. Zo, dan gaan we eens even in Sirocco. Hopla. Moet ik doorlopen? Dat is het. Ja, super. Kijk, het is lekker zitten. Yes. Petje af? Ja, petje af, want ik kan wegwaaien. Alright. We gaan eerst een plezante rit hebben op de Sirocco. Eigenlijk is het zo dat Dance Macabre een draaischijf wordt waar kerkbanken op zitten. Die kerkbanken die draaien, maar die schijf die gaat ook omhoog en omlaag en draait. Want eigenlijk is Sirocco ook gewoon een draaischijf die ronddraait. In plaats van dat die kerkbanken op zitten, die misschien wat groter zijn, zitten hier bootjes op. Het enige verschil tussen Sirocco en Dance Macabre is dat Sirocco de draaischijf blijft op de grond staan. En Dance Macabre gaat natuurlijk omhoog, omlaag en er gebeurt veel meer om je heen. En het verschil tussen Dance Macabre en Sirocco is dat Jordi daar alles aan het doen is om mijn knijpen misselijk te maken. Maar nee, het is te hard. Ik ga heel
Ja. Ik knijt er misselijk, man. Oh, echt heel misselijk. Ik moet even bijkomen. Nou, bedankt voor deze ongevraagde, zeer ongenaamde rit. Bedankt. Dat is heel graag. Nou, prima. Maar vind je dat ik een beetje gelijk heb? Of zeg je, je praat echt compleet onzin over Dans Macabre? Op zich heb je wel gelijk, maar de vraag is, wat deed de hard rondrijden zoals hier? Nou, niet zo hard. Alleen die kerkbank gaat denk ik wel draaien. Alleen het verschil is dat hij minder hard gaat draaien. En misschien ook twee kanten op, dat kan ook. Hè. Dus om de klok, rond de klok en tegen de klok en omhoog om een laag. En in principe is het gewoon een draaitje met kerkbanken. En dit is een draaischijf met bootjes, alleen daar gaat hij waarschijnlijk meer in de show mee bewegen en gaat hij omhoog en omlaag. Deze draaischijf blijft op de grond. Ja, maar hij zit wel zo op een bank, hè? Dus het kan nogal bruut overkomen. Hier draait het gewoon rond. Hè? Ja, dus... ja, dat heb je gelijk. Maar misschien gaat hij ook niet zo hard, hè? Maar ik denk dat we een beter vak hebben. Wat denken jullie? Laat het weten in de reacties, wij zijn heel benieuwd. Toch? Ja, absoluut. En nu ga ik afkoelen, want ik ben knijtermisselijk. Appa, dat was hij weer voor vandaag. Yes, absoluut. Wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch. Leuk petje. Ja, heb je ook een mooi petje. Ja, thank you. Ik heb jou geïnfluenced, je hebt mij geïnfluenced. Yes. Anyway, thanks. Yep. Oh! Daar gaat hij op de grond. Jordi, super bedankt. Yes. Moeten we vaker doen. Ja. Met mijn beste Belgische vriend. Sowieso voor iedereen, voor alle baankijkers die in België wonen. Kun je eens een zinnetje zeggen in het Belgisch? Wat alleen de Belgische kijkers verstaan. Dus daar waar je helemaal niet van weten wat het betekent. Tot de nostic, Harry. Prima, bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Check ook Jordi's kanaal, Mr. Team Park Fans, deze legende. Belletje tinglingeling, zoals men altijd zegt, om niks te missen. Want vanaf volgende week gaan we gas geven. Het is geen zo'n programma, het is gewoon een super gaaf, knallend programma met Bart Bijbaan. En volgende week komt Marwin langs. En dan komt die week op eindelijk iets wat heel bijzonder wordt. En Jordi, jij weet ook niet, hè? Nee. Oké, ciao. Salut. Tot nog eens.